Meneer Melsen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Edwin. Je bent de voorzitter van Ramsburg, toch? Zeg ik het goed? Sinds 1 juli jongstleden ben ik formeel voorzitter. Ja, en ik zat er wat een bekend gezicht, maar vroeger wethouder in de gemeente Veren. Ja, van 2006 tot 2018, dus in die zin... vind ik het ook gewoon leuk om leiding hier ook te geven. Ja. Nu als voorzitter. En het is vrijwilligerswerk voor een goed doel. En als we dan zien wat of hier binnengebracht wordt. Ja, ik sta te kijken, het is echt een bedrijf, hè, dit. Ja, het is ook veel groter geworden dan ik besefte. Ja, want het heeft in de loop der jaren bijna explosief gegroeid. Dit jaar bestaan we formeel 10 jaar. En dan is het ook gewoon leuk om, maar goed, door coronatijd is er niet van gekomen, maar om daar ook aan het eind van het jaar nog eens aandacht aan te besteden, dat de regels weer wat ruimer zijn. Waar komt de stijging dan vandaan? Hoe verklaar je dat? Nou, gewoon dat mensen die zien de waarde er steeds meer van in, van kringloop. Om gewoon, ja. Het is een bepaalde manier van leven ook. En dat je, kijk, wij doen dat vanuit de christelijke visie hier. Ja, want het is ook voor de zending, hè? De voor opreister. De zending. Ja. Alles gaat gewoon wat er overblijft, gaat naar de zending toe. En dat is ook een manier van leven. En vanuit dat die christelijke visie, goed omgaan met de schepping. Ja. En daar past kringloop natuurlijk gewoon hartstikke goed in. Nu waren we er net met... En met collega Frans, opa Frans ook wel bekend. Ja, ik trek je er even bij. Maar we waren net even te gast bij Adriaanse van der Wil. Ja. Het advocatenkantoor. En dat is dus een voorbeeld van hoe het soms ook gaat. Die gaan verhuizen en kleiner. Die gaan een kleinere behuizing. Ja. Dus dan nemen jullie de inboedel over. Hoe gaat dat dan? Nou kijk, ze gaan inderdaad kleiner behuizen. Omdat door heel die verandering van de maatschappij van thuiswerken... Het is vooral voor hun geen bezuiniging, hè? Dat zien we ook heel duidelijk. Maar dan is het wel zo dat ze zeggen, nou, we gaan kleiner behuizen en we willen de meubels die 20 jaar al oud zijn, die willen we dan bijvoorbeeld aan een goed doel geven. Nou, en er zijn contacten, net als via opa Frans Bosgaard, die zijn daar heel belangrijk. En van het een komt dan het ander. En dan kunnen wij de handjes leveren. Om bijvoorbeeld het leeg te halen. En jullie hebben het vervoer ook. Hè? Dat staan buiten allemaal vrachtwagentjes van jullie zelf. Ja. En vervolgens wordt het dan gewoon ook, is de uitkomst weer, nou, een leuk bedrag voor het goede doel. Ja. Jij hebt het dus ook echt wel zien groeien in een paar jaar. Ik zal straks nog wat shotjes maken hiernaast, maar jullie hebben nu bijvoorbeeld ook een complete zolder erbij. Het lijkt eigenlijk bijna gewoon een woonwinkel. Hè? Ja. En dan is de kunst ook, kijk, hier staan we nu in een ruimte, hier worden al die goederen binnengebracht. En vervolgens wordt het gesorteerd, wordt geprijsd daar weer aan die andere kant en dan gaat het gewoon in de winkel. Ja. En als we zien wat er nog allemaal hier moet gebeuren en we hebben een werkplaatsje daar waarop we alle vrede... We doen ook wel eens wat dingetjes repareren en zo, ja. Maar we werken natuurlijk wel met zeg maar 70, 80, soms 90 vrijwilligers. We hebben 10 dagverantwoordelijken. Dat is toch ook veel, want het bestuur is nu op afstand. Ja. En het is ook goed, want het is geen zomaar een bedrijfje, het is echt een bedrijf. Nou ja, ik zie het. Het is indrukwekkend. Dus dat moet op een bepaalde manier bestuurd worden. De mensen kunnen ook bijvoorbeeld de formulier invullen. Bijvoorbeeld mensen die gaan naar een bejaardenwoning of noem maar wat. Of anderszins door omstandigheden dat ze van hun meubels af willen. En dat ze zeggen van nou, we staan helemaal achter dat doel van de kringloop Ramsburg. We schenken dat eraan, willen jullie toch komen halen. En daar zijn die auto's weer voor. Nou oké, dankjewel voor je toelichting.